Hey Pierre. Ja, Jos. Anne, nog op vakantie geweest? Ik ben, ja, ik ben naar de Oosterburen geweest, Jos. Naar de Oosterburen? In Duitsland, op vakantie geweest. In Duitsland, ja, richtig. Met man, een auto? Ja, met een auto. Met een auto. Maar wat er op de autoweg los is, Jos, daar snap ze niks van. Volgens mij is het eerder afrit is een begrafenis. Eerder afrit is een begrafenis, toch? Wieso? Er stond een bord, er stond een bord langs de weg. Er stond op, eerder afrit, ausvaart. Ausvaart staat daar, wie eerder denk ik, denk, dat is gaat los in Duitsland. Mensen niet daar op de route slaan. Nee, ik ben niet afgedoen. We hebben door. We zijn wel wiet gekomen daar. Ben ik teruggekomen en stonden bij een stooflicht. Ik moest wachten bij een stooflicht, stond op rood aan. Rood stooflicht. Stooflicht! Wat een ampel. Oog. Maar wat daar raar is, dat stond op rood en op een gegeven moment gitte dat naar oranje. Ja. Ik denk, wat is dat voor een zuiver? Dus ik zeg tegen de vrouw, wat stond me achter ze een dikke Prius met een dikke BMW. Dat stond te humpen, hè. Dat stond te klaksoneren. Hè. Ja. Dat was hartstikke groen. En ik trek op en ik sprong dat ding weer op oranje. En toen weer op rood. En dat Prius dat was hartstikke wild. Maar ja, god, je zegt, mag een zaaien. Ik ben doorgereden. En dan ben ik toch naar de deur ben gereden, Jos. En dan ben ik nog, wie de schnitzel en bies ben ik daar nog gestopt. En wat? De schnitzel en bies langs de weg, want ik moest eens eten. En een schnitzel? Schnitzel en bies, ja. En een imbies? Oog, die stonden er al. Ja. Maar dan heb ik een lekkere schnitzel. Ik denk, jongens, heb ze ook schnitzelen, zeg ik tegen hem. Hij zegt, ja, ik ga een schnitzel weer deurmatten, zegt hij. Ik ga een jager schnitzelen. Ik zeg, ja, dan schudt ze natuurlijk een lok erin. Heel ze maar over schnitzelen. Hè. Nee, zeg, dat is een jager schnitzel met een champignon. Met champignon. Pilsen. Oog, wat dan ook, En toen ben ik opgegeten, Jos, maar je houdt niks weg. Ik heb geen jager geproeven, ik denk. Geen jagermeister? Geen jagermeister heb ik toen ook gedronken, maar dat zwaar staat er op niks. Ja. En toen zijn we dat hutje ingegaan, is wat verhuurd, ouwe. En toen denk ik, zeg ik, we gaan zelf koken. Ben ik nooit naar zo'n supermarkt geweest, hoor. Ik zeg tegen de man, ik zeg, hebben ze ook eierappelen? Wat zet er zaken die zet? Ik zeg, ik wil niet zeggen. Ik zeg, ik wil eierappelen. Eierappelen. Ik zeg, eierappelen met worstelen. Eierappelen met worstelen, want ik wil eigenlijk stamppot maken. Stamppot. Eierappelen met worstelen en dan een gehaktbal. Dat was toch een groot daarvan. Dat moet ik uitleggen. Eierappelen, krotten. En krotten, dat was ik. Krotten, ik hoef geen rotten, ik wil wortelen. Krotten, dat zien we toch. En dan zeg ik, doe me maar aan gehaktballen. Gehaktballen, hebben ze gehaktballen? Frikadellen wel, zeg ik. Zeg, welke frikadellen, man, ik wil een gehaktbal met hun. Met hun, hè? Zwiebelen, zeggen ze dat. Zwiebelen, ja. Maar je hoopt zeker met een man. Ik zeg, houd ik zo dat kroon, man. Ik hoef dat allemaal niet meer van. Ze zetten ons met een aarslok. Ik zeg, ik ben zelf een voetlok. Maar het was wel een gezellige vakantie. Ja. Best ik geweest? Ik ben nergens geweest, Peer. Ben je nergens geweest? Maar ik denk dat vond je al met dicht mee. Wat gezellig, Jos. Wat gezellig, je ziet.